De maatschappelijke dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vandaag in samenwerking met de DNA-lid Patricia Etnel het project Krak de UE-hiërarchie gelanceerd. Dit project zal ervoor zorgen dat gezinnen die begeleiding nodig hebben in hun totaliteit de nodige training en coaching krijgen. Etnel, die zich altijd al heeft ingezet voor gezinnen, haalde aan dat gezinnen wel begeleid worden door het ministerie, echter niet in voldoende mate. De lancering van het eerder genoemd project zal de basis leggen, zodat alle gezinsleden begeleiding krijgen als dat noodzakelijk is. De bedoeling voor die DNA is om te komen met plezier, maar ik kom leren van toen. Want we hebben jarenlang aan de gezin vanuit sociale zaken, bika a programma dekken van sociale zaken, maar we geven extra belichting, wat extra ondersteuning met het project Kawaka. En dat we jaren vanuit sociale zaken een programma worden uitgezet voor iedere gezin de tool dat de in een pilot voor kan lukken, vatten en roken voor leren voor de zelfredzaam. Maar, het belangrijkste is dat je zorgelijk gezin dat je progress, dat je kies van staan terugbaka. Etnel wees erop dat de gezinnen binnen dit programma begeleid zullen worden door maatschappelijke werkers die vallen onder het ministerie. Ze pleit daarom ook voor lotsverbetering voor de maatschappelijke werkers, zodat dit project een succes kan worden. Met dat pleit ik idee. En in het parlement, een begrotingsbehandeling zei ik 2023 januari. Dan, min of meer dat zou gebeuren. Maar met begin dat ik baar. Dat echt de maatschappelijke werkers niet kiezen dat granis dat ze moeten kiezen. Omdat ze nou een sleutel voor jepie, voor orde en samenleving. Dan moet ik ook morgen terug. Maar ik ook wel. Maar moet ik ook morgen terug. Omdat een ondersteuning voor een maatschappelijke dienst in zijn totaliteit in Suriname moest de wan geven. Want we dachten, ja, voor de gezinnen moeten we uit de armoede. Dat moest gebeuren. Maar een eerste stap voor het beeld kon zijn in de gezin naar de maatschappelijke werker. Etnel benadrukte dat samen met andere maatschappelijke organisaties er gewerkt kan worden aan het creëren van een breed platform om samen gezinnen zelfredzaam te maken.